Heldinnen, ja. Vrouwen zijn allemaal heldinnen. Internationaal is het thema in verband met de Dag van de Vrouw dit jaar heldinnen. Zo ook Astrid Deira, een vrouwelijke piloot die absoluut niet onderdoet. Paulus Assoiti sprak haar kort voor haar vlucht naar de landen Curaçao en Trinidad en Tobago. Astrid Deira is piloot bij de SLM. Ik ben nu in de functie van gezagvoerder, oftewel captain op de Boeing 737-700. En dat is de machine waarin we vandaag zitten. Onlangs hebt u een eerste vlucht mogen uitvoeren en de bemanning bestond alleen uit vrouwen. Hoe was deze vlucht voor u? Wat voor ervaring hebt u daarbij meegemaakt? Nou, ik voelde me heel erg trots dat ik dat heb mogen meemaken. Ik werk al langer dan 30 jaar voor het bedrijf en ik zag nog geen andere vrouw komen. Ik dacht bijna dat het al een uitgestorven kans was. Maar ik heb het gelukkig wel mogen meemaken 16 januari en ik voel mezelf heel gezegend daardoor. Acht maart is internationale dag van de vrouw. Wat voor boodschap hebt u voor vrouwen op deze dag? Nou, mijn boodschap voor vrouwen op deze dag is dat ze hun waarde kennen. Dat ze geloven in hunzelf, want alles kan. Neem geen genoegen met minder. Het is echt alles of niets. Streef naar je doel, ga ervoor. Verlies geen tijd met geklaag. Heb geduld. Heb heel veel geduld. En dan kom je uiteindelijk wel waar je wilt. Een vrouw die zo'n job doet, ook de stewardessen, hoeveel tijd heeft zo'n vrouw voor het gezin over? Nou, ik zeg altijd, je hebt kwantitatief en je hebt kwalitatief. Ik kan de hele dag thuis zijn en praktisch mijn stempel niet drukken. Of ik kan een korte tijd thuis zijn en mijn aanwezigheid doen gelden. Dus ik ga voor kwalitatieve tijd en wanneer ik dan thuis ben, doe ik mijn aanwezigheid gelden, ja. Als we naar de Surinaamse jeugd kijken, vooral de meisjes, dan lijkt het een beetje mis te gaan. Hebt u voor hun een speciale boodschap op deze dag? Ze moeten een beetje hun eigen waarde weer oppakken, gaan leren kennen en gesteund worden door volwassenen. Om dan te weten wie ze zijn en dan daarna streven te gaan wat ze willen doen. Maar misgaan, dat wil ik de jeugd niet op het voorhoofd zetten. Het komt goed met de steun van de ouderen.